Dankjewel. Het valt me op dat alle sprekers zich allemaal zo keurig aan de tijd houden. En jij weet als geen ander dat ik blessuretijd nodig heb. Ik heb een spraakgebrek, sommige mensen weten dat. Als het zich voordoet, dan zult u dat vanzelf merken. Ik heb een verhaal en ik begin mijn verhaal even met energie. We gaan uiteindelijk landen wat de bouwsector en wat Groningen kan betekenen. Daar heb je het al, de thee doet het vandaag niet goed. Er komen 50 sheets met heel veel thee's erin. Ik ga het met u even heel kort hebben over energie. 3170 petajoule, dat is de hoeveelheid energie die wij in Nederland per jaar opmaken. En om u een klein beetje een gevoel te geven wat dat is, dat zijn 500 windmolens van 2 megawatt per gemeente in Nederland. En we hebben in Nederland 400 gemeentes. Gebouwde omgeving, 917 petajoule energie. En dat zijn 144 windmolens per gemeente in Nederland. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat wij het energieprobleem niet gaan oplossen met windmolens en zonnepanelen. 80% van de nieuws, 80% van de energie, gaat volgens mij op dit moment zitten in windmolens en zonnepanelen. Terwijl het echte probleem gaat over warmte. Dat is wat u hier op dit plaatje ziet. Is vanmorgen eigenlijk ook al gezegd. Alleen wat de oplossing die vanmorgen werd gesuggereerd, dat we dat gaan oplossen met andere gasvormen, die onderschrijf ik eerlijk gezegd niet. En dat komt omdat die gebouwvoorraad een hele langzaam transformerende massa is. En die moeten we dus ook op een zorgvuldige manier aanvliegen. We kunnen het ons eigenlijk niet permitteren om verkeerde afslagen te maken. Groen gas is leuk, maar groen gas is een niche. En als we al van het dure spul kunnen maken, dan hebben we dat nodig voor andere vormen van energieverbruik, procestechnologie en transport. Het leuke nu is dat de bouwsector ervoor kan zorgen dat we helemaal geen warmte meer nodig hebben. En dan komen we in die situatie terecht, en dat is ook de situatie die we in 2050 willen bereiken. En ik denk dat we hem aanzienlijk eerder kunnen bereiken. En hoe kunnen we dat doen? Wat kunnen we hiermee doen? Per jaar vliegt er 13 miljard euro door de schoorstenen van de huishoudens in Nederland. 13 miljard euro wat eigenlijk per incasso verdwijnt van de ene energierekening vanuit het woondomein naar het energiedomein. Als de bouwsector in staat is om de meest duurzame energie te gaan leveren, en dat is bespaarde energie, en ze gaan daar deze 13 miljard euro voor inzetten, dan hebben we het over 260 miljard euro aan bouwomzet, wat gewoon op u allen ligt te wachten. Ik kan ook nog een andere benadering kiezen. Ik heb van het weekend uitgerekend dat er nog zo'n beetje voor 300 miljard euro aan gas in Groningen zit. En dat is het bedrag wat de consument nog gaat uitgeven aan gas uit Groningen als we alles uit de grond zouden halen. 300 miljard euro. Als we dat gas in de grond laten zitten, kunnen we diezelfde 300 miljard euro uitgeven aan besparing en aan decentrale opwek. Je energierekening omwisselen voor een make-over van je huis, dat is eigenlijk wat de bouwsector te bieden heeft, en daardoor kun je energie volgens mij gewoon puur zien als geld. En de opgave die we als bouwsector hebben is om betere spullen te maken voor lagere prijzen met gegarandeerde prestaties. Nou, we zijn dat inmiddels aan het doen. U kent ongetwijfeld alle het programma Stroomversnelling, waarin huizen worden verduurzaamd naar 0 op de meter. En 0 op de meter betekent dat een huis evenveel energie opwekt als dat hij gebruikt. Nou, de voorbeelden daarvan die komen denk ik regelmatig voorbij. Het mooie is die energiedoelstelling van 0 op de meter, die is eigenlijk additioneel. Want u zag net die plaatjes voorbij komen en eigenlijk doen we veel meer dan energiebesparing. En als je aan mensen vraagt,
of ze zoiets kopen op basis van energiebesparing, zeggen ze natuurlijk allemaal nee. Mensen willen gewoon een coole en gave oplossing hebben. Wat 0 op de meter dus ook doet, is mooie wijken maken, is comfortabel wonen organiseren, gezond wonen en ook gewoon blije mensen. We hebben gisteren het gehad over een nieuwe index, geloof ik, de Happy. Die kan mij nog even helpen, hoe heet die ook alweer? De Happy Building, hè? Ja, de Happy Building Index, dat was hem. En dat geldt ook voor huizen. Woonplezier is het allerbelangrijkste wat we als bouwsector hebben te bieden. Als we die woningen naar 0 op de meter gaan maken, en hoe je het ook aanvliegt, versterken of verduurzamen en versterken. Maar de aanpak is echt perfect te combineren met verduurzaming naar 0 op de meter en te combineren met versterken. Als je die gevelelementen die nu worden gemonteerd, u ziet hier een filmpje van een aanpak van zo'n huis in Nieuw-Buinen, waarbij een woning in één dag wordt gerenoveerd naar 0 op de meter. En u kunt zich voorstellen dat die gevelelementen die daarin zitten, dat daar ook versterkingsmaatregelen in gemaakt kunnen worden. Die opgave hebben wij onderzocht, ook voor Groningen. 80% van de corporatievoorraad is geschikt voor deze aanpak. 50% van de particuliere voorraad is geschikt voor deze buitenaanpak. En een groot deel van die particulieren die zou dat ook nog eens een keer zomaar kunnen betalen met de huidige energierekening. En daar ook nog eens een keer op kunnen besparen. We zijn nog niet op dat niveau. We hebben de afgelopen jaren aan de hand van experimenten gezien dat de bouwsector in staat is om echt goedkoper te produceren. Maar we moeten echt nog wel een aantal tandjes bijzetten. We moeten echt nog verder om het doel te halen waarbij de particulier zijn energierekening kan omwisselen voor zo'n 0 op de meter oplossing. En daarvoor moet die bouw eigenlijk op een heel andere manier gaan functioneren. We hebben het over innovatie, we hebben het over industrialisatie en we hebben het ook eigenlijk over een hele nieuwe ordening van de markt. Hoe ziet dat er in de toekomst nou uit? Ik denk dat 70% binnen nu en 15 jaar echt industrieel gaat. 15% zal traditioneel blijven, 15% bruggen, ziekenhuizen en dat soort werk. Innovatie in de bouw. Een illustratie hoe simpel innovatie eigenlijk kan zijn. U ziet hier een koelkast. En het meest fascinerende van een koelkast en van een koelkastdeur met name, dat is dat die deur de beste scheiding is die we ooit tussen warmte en kou hebben bedacht. Een koelkastdeur die sluit luchtdicht. Een koelkastdeur kun je met één vinger open en dicht doen. Een koelkastdeur gaat open en het lampje gaat aan. En een koelkastdeur gaat vaker open en dicht dan een voordeur. En die complete koelkast die kost de helft van die voordeur. Die deur van die koelkast is een factor 10 goedkoper dan die voordeur. En er is nog nooit een bouwer geweest die naar Bosch is gestapt om te vragen, kunnen wij niet samen een voordeur ontwikkelen? Dit is de motor van een Fiat 500. Die kost €600 af fabriek. Dit is een apparaat die is ingewikkelder dan ons huis, die is ingewikkelder dan wat voor systeem wij dan ook in ons huis hebben. Wat we dus moeten gaan doen is industrialiseren, innoveren. We moeten van het ombouwen van postkoetsen naar dit soort situaties. Dit gaat in de bouw ook gewoon gebeuren. En een klein voorbeeldje daarvan, dit is de Tata Nano, kost $2000. Toen de CEO van Tata Steel op een gegeven ogenblik zei, ik wil een auto op de markt zetten voor $2000, zei iedereen van, je bent hartstikke gek, gaat je nooit lukken. Er zijn innovatieteams over de hele wereld mee aan de slag gegaan en die hebben alle concepten die van een auto maken, opnieuw geëngineerd, opnieuw gedimensioneerd, opnieuw ontworpen en daarmee is dat gelukt. Hoe gaan we dat doen? We gaan die industrie op een hele andere manier ordenen. Dit lijkt een heel ingewikkeld plaatje. Deze mag ik eigenlijk ook nooit laten zien van mijn collega's die over communicatie gaan. Maar ik doe het toch.
wat u hier ziet, die middelste, dat is best een hele belangrijke nieuwe rol. Dat is de OEM, dat is de Original Equipment Manufacturer. Dat is het merk, dat is Volkswagen, dat is Volvo, dat is Renault. En die rol die kennen we in de bouw niet. We kennen nog een aantal rollen niet. Dat ziet u hier. Er zijn nu gewoon een aantal vakken. Dit is de huidige bouwsector. En deze huidige bouwsector die zijn we nu met ketensamenwerking aan het optimaliseren. Nou, dat is denk ik niet waarmee we de wereld gaan redden. Daar zitten adviseurs, architecten en bouwmanagers die overbruggen de kloof tussen de spulletjes en de klant. Ik denk dat er best veel van dat spul hier in de zaal zit, of niet? Wie hoort daarbij? Oké, kan ik daar niet al te veel nare dingen over roepen? Wat er gebeurt nu is dat we domweg oplossingen op elkaar stapelen. We zijn puntjes aan het sprokkelen. We kijken in een catalogus van een fabrikant en zoeken wat het beste past, wat wij denken dat het beste past bij het product. We zijn niet een gebouw systemisch aan het benaderen en we zijn zeker niet aan het vragen om hele nieuwe oplossingen aan de bouwindustrie. We weten de concepten, we knutselen ze in elkaar en we zijn nog lang niet op het niveau van dat. En die slag die moeten we volgens mij nu heel snel gaan maken. En het mooie is volgens mij dat we die slag in Groningen zouden kunnen maken. Die OEM, groot nieuw soort bedrijf, dat kunnen er niet heel veel zijn in Nederland, is dan daarmee de rol van de lokale bouw uitgespeeld? Nee, zeker niet. Die is juist heel erg groot. Die zit aan die kant van de OEM, dat gaat over assemblage, gaat over verkoop, gaat over het maken van een propositie rondom een product wat ontwikkeld wordt en waarop de garantie gegeven wordt door die OEM. En die OEM die heeft invloed tot aan de basisindustrie. Die gaat gewoon compleet nieuwe producten laten ontwikkelen. En omdat die schaal maakt, is de toeleverende industrie bereid om dat ook te gaan doen. De toeleverende industrie die gaat in plaats van innovaties te pushen, gaan ze naar pool-innovaties en gaat de industrie gaat ook echt met elkaar samenwerken. Dat is de slag die we nu gaan maken. Gelukkig maken we die slag al een klein beetje. Binnen de stroomversnelling zien we al mooie renovatieoplossingen. U ziet hier bijvoorbeeld die energiemodule die hier door Volker Wessels wordt toegepast. U ziet hier hoe die ontwikkeling de afgelopen jaar is gegaan, van 2 weken naar 1 dag. En ook nog eens een keer een flinke kostprijsreductie voor de bouwer. We gaan in de bouwsector enorm veel nieuwe ontwikkelingen tegemoet. 3D-printen, u ziet nu heel veel voorbeelden van 3D-printen van beton. U hoort natuurlijk altijd dat huisje, die 10 huizen in China, die worden geprint. Nou, dat is niet zo trouwens, ik ben daar geweest. Die huisjes die worden in de fabriek geprint en getransporteerd naar de bouwplaats in onderdelen. Ik denk dat dit veel meer de toekomst zal zijn. Met hele nieuwe materialen gaan we ook hele nieuwe bouwdelen maken. En met nieuwe technologieën gaan we ook hele slimme combinaties maken. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste verschuiving die zich in de bouw gaat voordoen, gaat over software. Heel klein voorbeeldje, een bedrijf vlak bij mij uit de buurt, staalplaatleverancier. Alles gaat geautomatiseerd in deze fabriek. 24 uur per dag kun je hier je spulletjes bestellen. Of je er nou eentje bestelt of 5000. De prijs is hetzelfde, omdat de handelingskosten hetzelfde zijn. Deze man die vraagt niet meer om staalplaatmedewerkers. Deze man vraagt om softwareontwikkelaars. En als ik kijk naar Groningen en de plannen die er nu zijn, ik zie er heel groot gas 2.0, ik zie daar andere plannen in staan. Ik zie daar nog niet in staan dat we onze jongens en meisjes gaan opleiden als softwareontwikkelaars voor de bouw. Überhaupt zie ik weinig bouwgerelateerde oplossingen in het plan van meneer Alders. En dat mag hij mij straks nog even gaan uitleggen. Die bouwsector is cruciaal namelijk in het oplossen van het energievraagstuk. Is cruciaal in het oplossen van het veilig maken van woningen. Dit gebouw kunnen we binnen een paar jaar produceren goedkoper dan hoe we op dit moment traditioneel
bouwen. En uiteraard gaat het niet alleen maar over energie. Het gaat ook over biobased. Volgens mij is daar van morgen al het nodige over gezegd. Overigens, net werd ik even aangekondigd dat ik hier in een auto de Tesla van een vriend hierheen ben gereden. En echt zo met de handen over elkaar. Vorige week kon die auto dat nog niet. En dat is wel ook een ontwikkeling. We rusten gebouwen straks ook uit met hardware waarvan we nu nog niet weten wat het gaat doen. Ik denk dat het voor de gebouwde omgeving ook erg belangrijk is als we de goede keuzes maken. En de goede keuzes maken betekent volgens mij dat we ook niet alles onder stoom en kokend water moeten gaan doen. Dat zien we nu een beetje bij wat er in Groningen gebeurt. We zijn met 1650 woningen bezig die door onder leiding van het Centrum voor Veilig Wonen worden gerenoveerd naar nul op de meter en versterkt. En dat moest allemaal natuurlijk ontzettend snel, maar gras gaat gewoon niet harder groeien door eraan te trekken. Hè, dus je moet ook volgens mij de goede richting kiezen en vervolgens kun je meters maken. Vooral in Groningen, want er liggen op dit moment in Nederland 4 miljoen woningen te wachten om verduurzaamd te gaan worden, die echt allemaal naar nul op de meter kunnen. Groningen kan daar een cruciale rol in spelen. Als we ons eerst focussen op het versterken en het verduurzamen van de Groningse woningen. We gaan in Groningen productie organiseren. We gaan productieplant, 1 of 2 grote productieplants neerzetten. Dan kan daarna Groningen de rest van Nederland van het gas afhelpen. Dat is volgens mij de kans voor Groningen. Daar wou ik het bij laten. Dat ben je niet gewend, dat ik binnen de tijd blijf. Je bent waarschijnlijk door die Tesla zo enthousiast geworden dat je door je presentatie heen chased. Je zei nogal wat dingen, moet ik zeggen. Dus ik ben wel benieuwd hoe Hans Alders daarover denkt. Maar wellicht is het wel leuk om jouw stellingen nog heel even tevoorschijn te halen. En degene die nog niet gestemd heeft, die de gelegenheid te geven om dat te doen. Want die stellingen zijn wel aardig, ook voor de volgende sprekers. En ze komen nu in beeld. De eerste was de provincie Groningen en de econoom, dus ook voor u, hè, alle politici die hier zitten. En de Economic Board Groningen hebben al een plan voor een Groningse renovatiefabriek in de kast liggen. Jawel? Nee, zegt het merendeel, zie ik. Het wantrouwende gedeelte wordt steeds kleiner, groter. Waar zou het naartoe gaan, Jan-Willem? Ik denk dat het wel ongeveer zo blijft. En, ja, Hans, die kan ons straks het antwoord geven, toch? Wat, je schrijft deze stelling niet voor niks op. Is dat wantrouwen van jouw kant? Nee, zeker niet. Ik denk dat die kansen wel worden gezien. Ik heb er in de plannen weinig van teruggelezen. Ik heb wel een heel verhaal gezien over gas 2.0. Ik denk echt dat dat een kansloze weg is. Dat is echt een niche. En besparen kunnen we nooit fout doen. Besparen is gewoon bouw. En we hebben het gehad over de biobased economy in Groningen. Als we die gaan knopen aan de bouwsector, ja, dan heb je volgens mij echt voor jaren werkgelegenheid in Groningen gecreëerd. En dat plan heb ik niet teruggezien. Daar gaan we straks op vragen. De tweede stelling die jij poneerde was ook wel een aardige. Die ging over gas Groningen uit en dan Nederland van het gas af. Heel Groningen, u mag nog even stemmen, heel Groningen moet van het gas af en daarna helpt de Groningse bouwindustrie de rest van Nederland van het gas af. En daarna dacht ik bijna, en daarna de hele wereld? Ik denk dat wij op dit moment als een Nederlandse bouwsector echt een exportproduct aan het produceren zijn. Er is enorm veel belangstelling uit Engeland, uit Frankrijk, Italië. Mijn collega is op dit moment in de Verenigde Staten om presentaties te geven over nul op de meter en stroomversnelling. En wat wij op dit moment in Nederland doen, wat de bouwsector op dit moment aan het doen is, wat de bouwindustrie aan het doen is, dat doet op dit moment nog helemaal niemand in de hele wereld. Dus er liggen echt wel kansen, ja.
En als je kijkt, Bert Mellers had het over, je moet focus aanbrengen. Je moet een thema kiezen, zoals Griekenland dat niet deed, Barcelona wel. Zo moet Groningen dat ook doen. Jij noemt die biobased economy. Wat is volgens jou het belangrijkste thema of het meest succesvolle thema wellicht wat Groningen zou moeten omarmen? Nou ja, kijk, we gaan van een traditionele bouwnijverheid naar een high-tech bouwindustrie. En ik denk dat die high-tech bouwindustrie in Groningen kan en moet gaan beginnen. En dan op dat moment kunnen we oplossingen bedenken waar de particulier, hè, een particulier eigenaar, die kan straks gewoon zijn energierekening omwisselen voor zo'n oplossing. Heeft hij een gaaf, gezond en comfortabel huis en dat gaan de Groningers hem leveren. Dat is toch hartstikke mooi. Ze gaan in plaats van gas leveren, gaan ze besparing in Nederland verkopen. Dat lijkt me toch het gaafste wat je zo'n beetje als provincie Groningen kunt gaan doen. Wat je hier kan doen, kan je dat scharen? Die mogelijkheden die hier liggen, kan je die scharen onder wat er ook gebeurd is in Zeeland na de overstroming? Kan je zeggen, je kunt hier een nieuw delta werken creëren? Ja, zeker weten. Het moet gewoon. Hè. Ik weet niet of jullie van de week het nieuws gevolgd hebben, maar het hebben over klimaatverandering. Deze week zijn we de 1 graden grens gepasseerd. En dat is best treurig nieuws. En we hebben eigenlijk een deltawerker nodig voor het versterken. Maar eigenlijk hebben we ook een deltawerker nodig om überhaupt te gaan verduurzamen. En dat moeten we echt nu met hele grote stappen gaan doen. Daar helpt geen geklungel bij. Daar helpen geen langzame transformaties van gas en groen gas en hybride ketels en dat soort gepruts. Dat is niet hoe we het moeten gaan doen. We moeten echt nu megastappen gaan maken. Duidelijke boodschap.